Dat moet echt een soort nieuwe Unilever worden. Dus het wordt heel groots opgezet. Helene, goedemiddag. Hoe gaat het? Hi Ronnie. Ja, het gaat goed. Het gaat eigenlijk goed. De kinderen zijn weer naar school sinds vandaag. Dus dat is best prettig om dan dat weer een beetje met werken wat beter te kunnen managen. Maar ik vind het ook wel weer ongezellig, zeg ik gelijk bij. Want het is uiteindelijk natuurlijk ook in die zin wel een hele speciale tijd. Ja, best bijzonder hè? Ja, dat toch iedereen die ik spreek, en ik weet niet of je dat herkent, maar iedereen die ik spreek, die heeft toch ook wel, ziet ook natuurlijk, los van alle narigheid die erbij is komen kijken. Maar ook het bonding en echt weer terug naar de basis. En de kleine dingen weten op te pakken en te genieten. En met familie en vrienden. Ja, is wel uiteindelijk maar natuurlijk ook echt een draai in het leven. Hey, laten we even naar het zakelijke gedeelte van jouw leven kijken. En dan even tot begin maart, zeg maar even. Hè. Waar was jij allemaal mee bezig? Met allerlei dingen. We hebben natuurlijk Be Capital, daar deed ik investeringen, daar zit ik iets meer op afstand. En na onze fundingronde, maar Future Food Fund, waren we een aantal deals aan het voorbereiden. En eigenlijk het laatste echte ding, grotere ding wat ik heb gedaan, is via Vivid Ventures. Dat is samen met mijn compagnon Reinhard Lempers. Dat is een vehikel waar we af en toe investeringen mee doen, dus geen fonds. En daar hebben wij een investering gedaan in Live Kindly. Live Kindly is, dat moet echt een soort nieuwe Unilever worden voor plant-based meat bedrijven. Dus echt een multi-brand portfolio. Dat wordt geleid door de voormalige bijna opvolger van Paul Polman, Kees Kruithof is dat. Die is daar weggegaan toen hij het niet werd, maar de andere man die ook in de race zat. En dit is eigenlijk zijn nieuwe roeping, samen met een Zwitser die al een enorm groot breed portfolio had in plant-based meat bedrijven. Die twee hebben elkaar gezien. En daar is een gigantische fundingronde gedaan van 200 miljoen. Waar wij met Vivid Ventures een best een leuk ticket hebben gedaan in relatief korte tijd. En dat vind ik als vegetariër, maar ook als echt dat je ziet dat de planeet dit heel hard nodig heeft. Dat zijn we nu denk ik ook weer mee geconfronteerd met COVID. Was dit helemaal in een markt die zo hard groeit en waar we echt nog maar net hebben aangeraakt, was dit helemaal perfect. Eigenlijk paste dit op ons pad en hebben we dat opgepakt, hebben de opportunity gecreëerd en hebben daar een echt wel een aardig grote groep van hele mooie angels bij elkaar gehaald. Waar we dus zijn ingestapt. De Live Kindly Company. Live Kindly. Noemt dat een soort variant van wat Unilever doet, maar anders? Ja, dat moet echt een brand zijn, een soort paraplu-merk. Er zijn nu al twee bedrijven overgenomen. Een Zuid-Afrikaanse en een Duitse bedrijf. En daar zit nu al gelijk een omzet in van zo'n, ik denk einde van het jaar zo'n 80 à 100 miljoen euro omzet. Dus het wordt heel groots opgezet met de gedachte dat er uiteindelijk er verschillende soorten doelgroepen zijn binnen plant-based meat doelgroepen. En dat is bijvoorbeeld één, die vindt veel animal welfare veel belangrijker. En de ander wil vooral chicken, de ander wil vooral pork. En de ambitie van dit bedrijf is ongekend. Ze willen echt naar een miljardenbedrijf toe groeien. En dat vind ik waanzinnig inspirerend. Als je nu toevallig in deze tijd eigenlijk, waar toch iedereen zich heel bewust is, dat toch de planeet echt ontzettend aan het uitventen zijn geweest met z'n allen. Dat uiteindelijk ook dit soort virussen toch ook een ontstaan hebben van dieren of markten. Wat toch niet helemaal misschien de beste manier is om met de planeet om te gaan. Zien we dat die behoefte dus van mensen ook om dus clean food te eten, dat die steeds groter wordt. En dat ook natuurlijk dit soort bedrijven hard meegroeien met de supermarktomzetgroei. En sterker nog in de US, waar de slachthuizen nu sommige natuurlijk dicht zijn, kunnen ze het echt niet aanslepen. Dus we zien dat er een hele grote revolutie gaande is, en ieder voor zijn eigen malvinde redenen. Of het nou animal welfare is, of omdat je weet dat
Ja, dat de planeet het gewoon niet langer nog uitgeput kan worden. Mm-hmm. Daar helpen natuurlijk wel de documentaires van Netflix ook bij, hè, zoals Game Changers en Cowspiracy en dergelijke. Maar dit is een opportunity die hebben wij, zeg maar, van gehoord. We hebben zelf daar een positie in weten te nemen. En toen zijn we daar echt als een gek mee aan de slag gegaan. En dat geeft superveel energie. Omdat het ook nog impact heeft en omdat je gewoon je netwerk een hele toffe opportunity kan bieden om in te stappen in iets heel moois. In hoeverre zit er een paradox in dit verhaal? Hè? Waar ik wel eens moeite mee heb is, ik las ook dat boek van Jeroen Smit, hè, over Polman van Unilever, Het Grote Gevecht. En dan hoor ik van allerhand idealisme en van jou hier ook weer, hè? En tegelijkertijd zie ik wat die bedrijven dan in zo'n supermarkt leggen. En ik had het er vorige week nog met iemand over. Dan zie ik 80 soorten ontbijtkoek en 600 soorten chips. En 200 soorten melk en varianten daarop. En dan zie ik productmanagers die helemaal enthousiast vertellen over weer een nieuwe mayonaise. Dat heet dan heel anders, maar dat is gewoon mayonaise. Oftewel, moet juist die groei, want jij praat dan ook eens over een opportunity voor miljarden. Maar moeten we niet juist met z'n allen een stukje gaan minderen dan? Ja, ik ben het met je eens. We moeten heel erg minderen in producten die de aarde uitputten. En ik denk juist dat het nu de tijd is en steeds meer bewustzijn komt om daarin gezonde keuzes te maken. En nu zie je natuurlijk dat vleesvervangers zitten ook nog best wel veel rommel in. En dat zal steeds meer gaan naar echt 100% natuurlijke ingrediënten. Dus ik ben met je eens. En daarom vind ik dit dus heel mooi, dat zij alleen focussen op de plant-based alternatieven. Mm-hmm. En uiteindelijk zullen heel veel mensen dat ook uiteindelijk, denk ik, gaan overslaan, omdat ze geen behoefte meer hebben aan vervangers. Maar die hele gedachte, is eigenlijk nu pas een beetje echt aan het warm lopen. Waar vroeger natuurlijk nog heel alternatief was, is het nu natuurlijk super hip. Kijkend naar de huidige situatie, je laat je ook nog wel eens uit zo links en rechts als het gaat om hoe dingen worden aangepakt. Ook vanuit overheidswegen, altijd een spannende relatie vind ik, overheid en ondernemers. Mm-hmm. Wat moet de overheid in deze tijd doen, nu? Nu, ik denk zoals het nu, het heeft even geduurd, hè, maar er gaat natuurlijk nu wel steeds meer, hè, dit wordt een beetje ingehaald door de tijd continu. Er wordt natuurlijk nu meer gedaan. Ik denk dat uiteindelijk, als je kijkt nu naar wat echt een branche is die natuurlijk hard leidt, zijn de sportscholen. Ik denk dat daar nog veel te doen is. Die zou ik direct opengooien als ik... want die zijn zo goed voorbereid, die staan te trappelen, mensen hebben een healthy mind nodig. Ik denk dat daar juist nu voor mensen heel belangrijk is om te blijven sporten. Dus dat vind ik onbegrijpelijk. Zeker als je kijkt naar welke andere maatregelen er wel wordt genomen. We hebben een aantal regelingen, de overheid. Nu, vind je dat er een plan achter is? Hoe vind je dat ze het doen? Ik vind voor een overheid die hier ook door zijn overvallen, vind ik dat het tot nu toe... met alle vrijheden die we hebben, best goed is gegaan. En natuurlijk is de economische impact natuurlijk gigantisch. En denk ik dat er eerder kennis aan tafel had mogen schuiven in dat outbreak management team, wat ook deze kant van de zaak beter had belicht. En ik begrijp best dat je heel goed bent, eerst met de gezondheidskwestie, dat je daar de prioriteit aan geeft. Alleen zakelijk is het natuurlijk... gewoon een ramp. Zijn we nog maar net begonnen eigenlijk. En dan hebben we nog niet eens... Dus we didn't even scratch the surface voor wat er nog gaan komen gaat. En ik denk dat bewustzijn veel te laat is ingedaald. Of in ieder geval wel ingedaald is bij de overheid. Maar ze hebben echt moeten worstelen met hoe ze hiermee om zijn gegaan. En natuurlijk zijn er altijd mensen die het hard roepen. En het is ook makkelijk vanaf de zijlijn. Maar ik zou het niet graag in Rutte's schoenen willen staan met zijn team. Omdat je het bijna niet goed had kunnen doen. Tot slot nog even. Er zijn, ik weet niet of jij daar direct bij betrokken bent, bij ondernemers die... echt in de shit zitten. Ik heb er inmiddels een aantal geïnterviewd. Hè? Gezonde bedrijven, gezonde business case, gewoon niks aan het handje en in één keer bam. Wat zou jij... Ja, dat is natuurlijk een domme vraag eigenlijk, maar gaan toch zeggen, wat zou jij doen in zo'n situatie? Laten we een case pakken. Ticketswap. De Ticketswap,
gezond businessmodel, draait prima, meer dan 100 mensen in dienst, waren op zoek naar extra groeikapitaal om succesvol als ze zijn nog harder door te groeien. En in één keer, ja, nou ja, hoef ik jou niet uit te leggen, maar omzet gewoon naar nul. En dan? Ja, en ik vind het echt een gek bedrijf van ons, dus ik vind het echt heel pijnlijk. En zo ben ik ook nog wel betrokken bij een aantal andere bedrijven, ook in travel. Waar dit natuurlijk precies hetzelfde aan de hand is. Hè, waar -90, -100% ineens is gerealiseerd. Wat ongekend is, als je eerst echt de ster van de klas was, ben je nu ineens ben je gewoon de sjaak eigenlijk. Wat heel hard is. Ik zou heel hard eerst uithuilen als ik hem was, maar dat heb ik natuurlijk al gedaan. Het moeilijke van hun is dat je natuurlijk afhankelijk bent van beslissingen van derden. Dus ik zou net zo hard de lobby inzetten. In hoeverre dat echt zin heeft, I don't know, maar als je kijkt specifiek ticketswap, heel veel gaat toch veel om jongeren. En wat ik wel echt mis in het beleid van de overheid, maar eigenlijk internationaal zie je dat ook nauwelijks. Er zijn natuurlijk allemaal bewijzen over dat leeftijdscategorie natuurlijk echt ertoe doen. Het verschil in leeftijdscategorieën. En ik kan me echt voorstellen als je tot 25 jaar... Nou, ik geloof zelf nog dat ik tot 50 jaar nog net mee kan, net als 47 jaar. Maar dat je daar een opbouw in zou hebben aan kunnen brengen. Dat een beetje een Zweeds model, maar dan op de Nederlandse liberaal denken toegepast, had ik wel heel tof gevonden. Dus dat je gewoon dat had opengezet van, en daar misschien de lobby dus hard voor had open kunnen zetten. Dat je tot 25 jaar gewoon jongens, horeca, festivals, concerten, kom maar door. En dat elke keer opschroeven met 10, 20 jaar aan en al. Als dat goed blijkt te gaan. Voor hem, ik kan me voorstellen dat je aan alternatieve modellen denkt. En virtuele concerten. Maar jongens, dat is natuurlijk niet... Dat is het niet. Ja, precies. In hoeverre heeft het corona, laatste vraag hoor, maar in hoeverre, je hebt in het begin geschetst wat je allemaal aan het doen was, is dat nu heel erg veranderd of ben je eigenlijk met alles nog gewoon bezig zoals je ook al bezig was? Ja, nee, weet je, sommige waren natuurlijk wat intensiever, waar echt van alles aan de hand was. En dat normaliseert nu. Wat ik merk is dat er veel nieuwe afspraken weer in mijn agenda staan, waar ik zelf nu ook echt wel weer kan doen, omdat dat homeschooling is voorbij lijkt te zijn bij ons ongeveer. In ieder geval 4 dagen is dat weer voorbij. Dus ik zie dat we zelf het vizier ook weer open hebben, meer dan we eerst misschien naar de huidige lopende zaken aan het kijken waren. Straks nu hebben we een pitch met Vivid Ventures. Met een mogelijke echt wel interessante investering, waar we al 2 eerdere gesprekken mee hebben gehad. Weet je, kerst is er genoeg, hè? Dus dat is niet het issue. Kijk, bij Peak, we hebben vorig jaar 66 miljoen opgehaald. Dat willen we heel graag goed kwijt. We hebben ook natuurlijk een aantal deals gedaan. Hetzelfde geldt voor Future Food Fund, hetzelfde geldt voor heel veel fondsen. Maar je zult wel zien dat investeerders nu anders gaan kijken. Maar de opportunity en vol in het vizier, die zijn er gewoon. Hè. Er zijn nog steeds goede ondernemers met hele goede plannen in markten die ook eigenlijk conjunctuurproof zijn. Dat is superleuk om daarmee aan de slag te gaan. Dus ik verheug me eigenlijk wel heel erg weer op het vol gas aan de slag gaan. Dan wens ik jou daar heel veel succes mee, Helene. Dankjewel dat je even tijd kon maken in je drukke agenda. Nou, dankjewel Ronnie. Heel leuk om je te zien en veel succes ook jij, ja? Dank je.